Hey, welkom bij een nieuwe video. Je ouders zullen je vast wel eens dingen hebben verteld die je vandaag de dag nog steeds gelooft. Maar wist je dat niet alles wat je ouders je vertellen waar is? Dit is vaak van generatie op generatie doorgegeven. Vandaag ga ik je 10 leugens laten zien die je ouders je verteld hebben als kind. Ben je nieuw op dit kanaal en hou je van top 5 en top 10 video's over allerlei soorten onderwerpen? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. Doe ook even een duimpje omhoog als je nu al zin hebt in deze video. Hou jij van gamen? Abonneer dan ook even op mijn nieuwe gamingkanaal. Hier upload ik top 10 lijstjes over allerlei verschillende games. Nummer 10. Hebben jouw ouders je ooit verteld dat als je een grappig gezicht maakt, het zo voor altijd kan blijven staan? Dit is natuurlijk niet waar. Kinderen vinden het leuk om gezichten te maken en mensen aan het lachen te maken. De gedachte hiervan is natuurlijk wel eng als dit gebeurt. Maar er is geen concreet bewijs dat iemands gezicht ooit vast is komen te staan, tenzij je een verlamming zou hebben. Dus geen zorgen, je kan gewoon grappige gezichten maken. De reden waarom ouders dit tegen hun kinderen hebben gezegd is omdat ze niet willen dat je dit doet in de buurt van kennissen of als je bijvoorbeeld samen in de stad loopt. Nummer 9. Je hebt vast wel eens gehoord dat als je haar wegscheert dat het sneller teruggroeit. Dit is echter niet helemaal waar. Scheren zorgt er niet voor dat je haar sneller of dikker teruggroeit. Als je het haar afscheert, blijft de haarcel intact en groeit de haar weer verder uit. Hoewel de haargroei, dikte en snelheid verschilt per persoon, is het over het algemeen niet waar dat het sneller teruggroeit. Wel groeit gezichtshaar sneller terug dan bijvoorbeeld op je benen en is het meestal dunner. Nummer 8. Hebben jouw ouders je wel eens verteld dat als je kauwgom inslikt het voor 7 jaar lang in je maag blijft zitten? Door deze mythe plakken kinderen nu overal kauwgom onder, zoals schoolbanken of op muren. Dit is trouwens niet waar. Als je kauwgom inslikt, poep je het de volgende dag gewoon weer uit. Te veel kauwgom doorslikken is natuurlijk niet goed, maar het zou geen probleem zijn als je het per ongeluk een keer in zou slikken. Nummer 7. Hebben je ouders je wel eens gezegd dat je neus zoals Pinocchio zal groeien als je liegt? Waarschijnlijk was je hier vroeger bang voor dat je neus ook ging groeien, net zoals in de Disney-film, en besloot je daarom niet te jokken tegenover je ouders. Je zou denken dat dit totaal niet waar is, maar er zit blijkbaar enige waarheid in. Uit een onderzoek blijkt dat de temperatuur van je neus sterk stijgt wanneer je een leugen vertelt. Dit heet ook wel het Pinocchio-effect. Nummer 6. Je hebt vast wel eens gehoord dat als je te dicht op de tv zit, dat je vierkante ogen krijgt of dat je zelfs blind kan worden. Waarom ouders dit tegen hun kind zeggen is niet helemaal duidelijk. Misschien omdat ze voor het beeld zitten en ze zelf ook televisie willen kijken. Er is echter geen wetenschappelijke waarheid om deze bewering te ondersteunen. Kinderen kunnen zich juist beter concentreren op het beeldscherm dan volwassenen. Want als je ouder wordt, wordt je zicht slechter. Ook hebben de ogen eerder de neiging vermoeid en gestrest te zijn. Nummer 5. Ben jij iemand die wel eens zijn vingers knakt? Ik zelf doe dat ook en vroeger werd mij altijd verteld dat je daardoor arteritis kon krijgen en dat het niet goed voor je vingers zou zijn. Volgens onderzoek werd geconcludeerd dat het knakken van je vingers niet schadelijk is. Het kan natuurlijk wel als een slechte gewoonte worden gezien, maar of het slecht is? Nee, dat is het niet. Het is ook niet mogelijk om je vingers te ontwrichten tijdens het knakken. Dus geen zorgen en knak erop los. Nummer 4. Hebben jouw ouders je wel eens verteld dat je je haar goed moet afdrogen voordat je naar buiten gaat, want anders zou je ziek kunnen worden? Dit is niet waar. Dit wordt zelfs vandaag de dag door volwassenen nog geloofd. Als je dus buiten de kou inloopt met nat haar, kan je niet ziek worden. Griep en koorts worden veroorzaakt door virussen. De enige manier om dus ziek te worden is als je lichaam in contact komt met zo'n virus. Naar buiten gaan met nat haar levert dus geen infectie op. Nummer 3. Kunnen je ogen eruit vallen als je met ogen open niest? Nee, dit is ook een fabeltje die niet op daadwerkelijke beweringen gebaseerd is. Het is zeer onwaarschijnlijk dat druk van een nies ervoor zorgt dat je oogbal eruit springt, zelfs als je ogen open zijn. Je ogen worden namelijk aan alle kanten beschermd door bot en bovendien zitten ze met spieren vast aan een ring achterin de oogkas. Waarschijnlijk is het een reactie van je lichaam om je ogen dicht te doen tijdens het niezen om je zo te beschermen tegenover bacteriën. Nummer 2. Hebben jouw ouders wel eens tegen je gezegd dat je 30 minuten moet wachten voordat je weer mag zwemmen na het eten? Dit is ook niet waar. Medische experts zeggen dat het zwemmen niks te maken heeft met het eten. Waarschijnlijk wordt dit gezegd door ouders om de kinderen even wat rust te geven nadat ze een lange tijd in het water hebben gespeeld. In het ergste geval zou je kunnen overgeven als je te veel inspant. Maar dat is natuurlijk geen reden dat kinderen niet direct het water in kunnen na het eten.
Nummer 1. De vraag, mama, waar komen baby's vandaan? Wat moet je daar nu weer op antwoorden? Afhankelijk van hoe oud het kind is op dat moment. Voor sommige ouders is het een beetje ongemakkelijk om de waarheid te vertellen. In plaats daarvan hebben ouders over de hele wereld met elkaar afgesproken dat ze hetzelfde verhaal vertellen. Als de papa en mama's een baby willen, bestellen ze een ooievaar en komt die hun baby afleveren tot aan huis. Kinderen zullen uiteindelijk de waarheid leren op school van andere kinderen. Maar tot die tijd is het een leugentje om de waarheid nog even te bewaren. Weten jullie nog andere dingen waar je ouders over gelogen hebben die niet leken te kloppen? Laat het me weten in de reacties. Als je het een leuke video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.